De leden van de bond bij de energiebedrijven Suriname hebben vanochtend de elektriciteitscentrale aan de Saramakkastraat bezocht. Na een algemene ledenvergadering van de Organisatie van Werknemers in Overheidsdienst Suriname, afgekort OWAS, besloten de werknemers actie te ondernemen omdat zij het wachten beu zijn. De onrust bij EBS begon op 13 mei toen de situatie escaleerde. De bond heeft verschillende eisen gesteld, waaronder het terugdraaien van het ontslag van voorzitter Marciano Hellings, het opstarten van de onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst en het vervangen van de huidige directie. De arbeidsinspectie heeft bezwaar gemaakt tegen het ontslag van Hellings. Desondanks heeft de directie van EBS de zaak voorgelegd aan de ontslagcommissie en Hellings op non-actief gesteld, wat betekent dat hij de terreinen en gebouwen van EBS niet mag betreden. Ondanks politieke besprekingen is er nog geen bevredigende oplossing gevonden. De OWAS dringt aan op een oplossing voor het ontslag van Hellings, maar wil ook dat de andere eisen worden ingewilligd. De CAO-onderhandelingen zijn nog niet begonnen omdat Leo Brunswijk, de algemene directeur van EBS, heeft aangegeven niet te willen vergaderen zolang Hellings aanwezig is. De werknemers hopen dat hun acties de druk zullen opvoeren en zullen leiden tot snelle en bevredigende oplossingen voor alle kwesties.